Goedenavond. Goedenavond. Welkom iedereen. We gaan vanavond Parshat Mishpatim leren. En de volgorde van de Parsha vanavond gaat een beetje anders dan eigenlijk de volgorde van de werkelijke geschiedenis in de Torah. Want de Torah is geen geschiedenisboek. De Torah is Melashon Hora'ah. De Torah is, het moet een les zijn in onze dagelijkse leven. En Rashi zegt ook heel vaak, Rashi zegt dat Ein Mukdam Umeuchar BaTorah. Wat betekent Ein Mukdam Umeuchar BaTorah? Letterlijk betekent er is geen eerder en er is geen later in de Torah. In andere woorden, als de Torah zou in de volgorde zijn, zoals dat eigenlijk in de geschiedenis is geweest, dan zou je een fout kunnen maken en zou je kunnen denken dat de Torah is gewoon de boek van de Joodse geschiedenis. En daarom, de Torah maakt het juist niet in de juiste volgorde. Interessant, dat zien wij nu in deze parsha, want we hebben in deze parsha, komt na de parsha van vorige week, van de 10 geboden. En voordat we de 10 geboden hebben gekregen, hebben de Joodse volk gezegd, Na'aseh v'nishma. Wij zullen doen, en daarna zullen we gewoon eerst volgen, geen vragen stellen, daarna doen. En vandaar de gezegde van één mukdam mukhabar Torah. Ik, jaren geleden, misschien heb ik dit verhaal ooit een keertje verteld, maar jaren geleden heeft was ik een keertje bij een Pidyon HaBen. Was een kennis van een Joodse echtpaar die ik ken. En die hebben me uitgenodigd naar de Pidyon HaBen. Dat is 30 dagen na de geboorte van eerstgeborene jongen. Dan is er een bepaalde bijeenkomst, een plechtigheid, waar je de kind als het ware koopt van de Kohen. En het was een mooie bijeenkomst en alles. En ik heb die mensen gefeliciteerd met de geboorte van hun kind. En daarna zei ik tegen de mensen, een beetje, er waren mensen die ik dat wel kan zeggen. Het was een echtpaar die nog niet getrouwd was. Maar ze hadden wel een kind. Dus ik zei tegen hun, een beetje grappen, een grap van, het is een geweldige kindgeboorte, maar er is een bepaalde volgorde. Ja? Eerst trouwen, dan kinderen. En waarop de man, en is een Israëli man, dus ik kende Hebreeuws, die zei tegen mij, Rabbi Stiefel, een mukdam umeuchar BaTorah. Dus, er is geen volgorde, dat staat, ja, maar... Nee, dat is. Maar goed, dat is niet de bedoeling van een mukdam mukhabar Torah. Even kijken. Wacht even. Oké. Goed, dan. We begin eerst met een korte samenvatting van de parsha van deze week. En daarna gaan wij een aantal onderwerpen bespreken. Onder andere wat ik had eerder op Facebook aangekondigd. Ook op sociale media, ook via WhatsApp aangekondigd. De vraag van wat is eigenlijk de juiste benadering? Wat is de Torah benadering? Wat is de Joodse benadering? Moeten wij gewoon dingen accepteren en geen vragen stellen? Gewoon de volle vertrouwen in Hashem. Dat als hij iets zegt, dan zou het wel goed zijn. Of wil hij dat wij juist vragen stellen, dat wij hem gaan uitdagen,
En vragen van, ja, dus daar gaan we vanavond nog straks bespreken. Maar Maar misschien wel, dat heet toch Betagon? ja, klopt, ja. Emuna en Betagon horen bij elkaar. Dat klopt. Geloof en vertrouwen. En vertrouwen, inderdaad, ja. Dus de parsha van deze week spreekt na de gebeurtenis van de openbaring op berg Sinai. Heeft God bepaalde wetten gegeven aan het Joodse volk. En die wetten spreken eerst over de wetten met betrekking tot de slaven, de Joodse slaven, niet-Joodse slaven. Veel wetten die hebben te maken voornamelijk met onderwerpen, met gewone onderwerpen. Met mitzvot ben Adam le Ben Adam le Chaverot. Je hebt mitzvot ben Adam le Makom. Mitzvot tussen mens en God. Waar de medemens op het eerste ogenblik heeft daar niet, weinig, wordt daar weinig van beïnvloed. En dan heb je mitzvot, die hebben te maken met de mens en de medemens. Hoe je omgaat met de medemens. Dus de wetten met betrekking tot verbod van moord, van kidnapping, stelen. En zorgen dat er juiste rechtbanken zijn die de wetten uitvoeren in het geval dat wordt niet aan gehouden. Wetten met betrekking tot het lenen van geld. Wetten met betrekking tot wie verantwoordelijk is voor verschillende geldzaken. Allemaal dingen die hebben te maken, gewone dingen tussen mens en medemens. Dan wordt er ook gesproken ook over een aantal andere mitzvot. Maar dat is voornamelijk de thema, laten we zeggen, van deze week. Zijn de mitzvot die begrijpelijk zijn. Mitzvot die wij kunnen wel begrijpen. Wordt er gesproken ook over de heilige de cadeaus die wij moeten brengen in de heilige tempel en de Bet HaMikdash. De mitzwa van Lotte Vashel Gediba Gelevimo. Je mag geen, in kort, je mag geen melk en vlees samen eten of koken. De mitzwa van gebed. In het hele parsha wordt eigenlijk, er zijn een heleboel mitzvot. Want deze parsha heeft 53 mitzvot, 23 geboden en 30 verboden. Dus 53 mitzvot is veel boven de gemiddelde aantal mitzvot per parsha. Als je het nou uitrekent, 613 mitzvot verdeeld in 53 parshiot, dan is 53 mitzvot in één parsha veel boven de gemiddeld. Dat is dus een parsha waar je eigenlijk waar het eigenlijk moeilijk is om een samenvatting van te maken. Want een korte samenvatting van ieder onderwerp, dat zou een hele shiur zijn voor zichzelf. En dan wordt er uiteindelijk gesproken over het hele verhaal van Naaseh v'Nishma. Dat de Joodse volk hebben gezegd, God vroeg aan de Joodse volk, willen jullie de Torah? En de Joodse volk hebben gezegd, Naaseh v'Nishma, we gaan het accepteren. We accepteren wat God aan ons geeft en daarna gaan wij luisteren wat het is. Gewoon eerst accepteren. En Moshe is daarna op Berg Sinai gegaan en hij is daar gebleven voor 40 dagen en 40 nachten om de Torah te krijgen. Dat is in het kort, dat is een samenvatting van de hele parsha. Maar eerst trouwens, de parsha, heb ik eerder vergeten te zeggen, is Parsha Mishpatim is hoofdstuk 21, begin van vers 1 tot en met hoofdstuk 24, vers 18. En begin van de parsha staat dat Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem. Dit zijn de mishpatim, dit zijn de wetten die je moet voorleggen voor het Joodse volk. En Rashi legt uit dat het kan, soms staat Ele ha-mishpatim. Dit zijn de wetten. En soms staat het met een waf. We, Ele. En dit zijn de wetten. Nou, ze zeggen dan één waf en één en, dat maakt niet zoveel uit. Maar als je legt uit, dat maakt wel uit. Want als je zegt Ele zonder de waf, dit zijn, dat betekent dat je gaat de vorige onderwerp als het ware afsluiten.
En nu begin je iets nieuws. Dit zijn, dus wat vroeger was één onderwerp. Nu beginnen we iets anders. We beginnen een hele nieuwe, een nieuw onderwerp. Maar als je één letter toevoegt, we, en zoals de parsha begint, en het is een beetje niet een gebruikelijke manier om een begin van een onderwerp, begin van een parsha te beginnen, en, ja, en betekent zo'n tweede helft van de zin meestal, ja. Maar we elen, en dat zijn de wetten. Dus Rashi legt uit dat dat het betekent dat dit een gevolg is van de parsha van vorige week. En inderdaad, de Torah wil daarmee aan ons leren dat gezien het feit dat de mishpatim zijn voornamelijk mitzvot, gewone mitzvot tussen mensen, medemens, logische mitzvot. En je zou kunnen denken, dat zijn niet, die mitzvot hebben we niet goed gekregen. Je mag niet al die dingen, die gewone dingen, hoe je omgaat tussen mensen en medemens, dat hebben de mensen zelf verzonnen. Ja, de mitzvah van Shabbat hebben we van God gekregen natuurlijk. En de mitzvah van Lulav en Etrog, et cetera, dat begrijp ik. Maar dit zijn gewone mitzvot, zegt de Torah, meteen het begin van de parsha, dat ook de gewone dingen, die hebben wij van God gekregen. We elen, en dit zijn de mitzvot die we hebben van God gekregen. En dan wat zijn de eerste reeks van wetten begint met de betrekking tot de Joodse slaaf. En er is een uitleg die zegt, de Ibn Ezra legt uit dat er is niets moeilijker dan een slaaf te zijn voor bij een andere persoon. Of de feit dat je niet zelfstandig bent, de feit dat een ander mens over jou gaat beslissen, of andere mensen gaan voor jou beslissen hoe je dagelijkse leven moet omgaan, welke maatregelen je moet nemen, etc. Een slaaf te zijn, of het een slaaf voor een andere persoon, een slaaf voor de maatschappij, dat is de moeilijkste wat je kan hebben. Lijkt een beetje de tijd waar we nu in leven, een beetje. Maar de Torah begint daarmee om dat duidelijk te maken. Dat zegt de Ibn Ezra. En dan zegt de Torah dat stel voor dat de Joodse slaaf blijft de slaaf voor 6 jaar, de 17 jaar ga je vrij. En de Torah en de Ramban, de Nachmanides, die ze legt uit dat het is een beetje te vergelijken met de 6 jaar. De 6 dagen van de week en de 7e dag is Shabbat, of de 6 dagen van werk en de 7e dag is de 7e jaar is de jaar van de Shemitah. Dus de Torah zegt tegen de slaaf: vergeet niet dat jij was slaaf in Egypte en Hashem heeft ons bevrijd van Egypte om de mitzvot voor Hashem te doen, om bij Matan Torah te zijn. Maar het kan zijn dat iemand zegt: ik wil geen slaaf, ik wil blijven. Ik wil nog de zeven, ik wil. En dan zegt de Torah dat als een slaaf wil blijven, simpel gesproken, het staat dat: waarom zou iemand een slaaf willen blijven? Je kan vrij, dan ga je meteen vrij. Nee, maar het staat dat de eigenaar mag zijn slaaf een vrouw geven, een slavin geven als een vrouw. En als hij in Begapoya wil, Begapoya, als hij is een zonder vrouw slaaf geworden, dan moet hij ook als zonder vrouw vertrekken. Nou, stel dat hij een fijne vrouw en kinderen heeft, dan kan ik best begrijpen dat iemand zegt: ik wil niet vertrekken zonder mijn vrouw en kinderen, dus ik wil liever blijven. Ja? Dus dat is gewoon de gewone uitleg van de Psukim, is dat wel begrijpelijk, maar Chassidut legt uit dat het kan zo zijn dat iemand, wij zijn hier in deze wereld gekomen om 6 dagen te werken. En de 7e dag rust te nemen, Shabbat te nemen. Soms gebeurt het dat iemand zegt na 6 dagen: ik wil nog slaaf zijn. Shabbat is een dag van rust. Een dag die wij hoeven niet slaven te zijn. We zijn vrijgesteld van alle werk. En dat komt, waarom zou iemand willen werken op Shabbat? Dat komt heel simpel omdat wij niet beseffen dat Shabbat eigenlijk een cadeau is. Shabbat is niet
in alleen maar in onderwerp met de regels van dit mag je niet doen en dat mag je niet doen en dit moet je doen. Maar Shabbat is in verheving, een bijzondere cadeau die Hashem heeft gegeven aan zijn volk. Maar als iemand dat niet beseft, dan kan het zo zijn dat de zevende dag komt en ik wil nog slaaf zijn. Ik wil nog beperkt zijn. Waarom zou iemand een slaaf kunnen willen zijn als je vrij kan zijn? Maar dat zijn veel mensen dat doen. Komt de dag van Shabbat, hoef je niet te werken, hoef je geen auto te rijden, hoef je geen een mobiel telefoon steeds dag en nacht aan verbonden te zijn. Je mag vrij zijn, maar we willen niet vrij zijn. We willen nog. De mens zegt tegen zijn eigenaar, tegen zijn baas. Ik lees even de woorden. Wie maar mooie maar hebben, daar haft hij het Adonie, het is stief, het panai, lo het zegt afschie. Hij zegt tegen zijn baas: Ik wil niet vrij zijn. En dan zegt de Torah: dan moet je hem brengen. Dus dezelfde, de vergelijking met de slaaf, die wil niet. Weg naar de 6 dagen, naar de 6e jaar, hetzelfde gebeurt met ons. En dan moeten wij wakker zijn en moeten wij beseffen dat het is een groot eer dat wij iedere week hoeven meer niet slaaf te zijn naar de beperkingen van de gewone week. Maar dan staat iets verder in de Parsha, in hoofdstuk 21, 19. 21, 19. Im Yakum Vitalech Bachutz, Am Vishantom, en Ikam Makerak Shifto, Yitain, Verapore, Yerapet. Het staat in betrekking tot iemand die heeft een andere mens beschadigd, een andere mens pijn gedaan. En die, Verapore, Yerapet, en hij zal geheeld worden, hij zal genezen worden. Zegt de Gemara, Rashi brengt het, ik dacht dat het Rashi was, maar ik zie dat. Het staat in de Gemara, in Baba Kama, 85 A staat in de Gemara. Mikan, Shiniten, Rofel, Rushut, Lirapot. Van hier leren wij dat een arts heeft wel heeft toestemming om iemand te genezen. Maar waarom zou je dan anders denken? Want je zou zonder deze pasuk, zonder wat de Talmud leert van deze pasuk, om Talmud en Baba Kama, zonder deze pasuk zou je kunnen denken, wacht even, Hashem is de baas van deze wereld. En Hashem heeft gemaakt dat die persoon ziek zou zijn. Wie geeft mij nou de recht om daarin te mengen? Als Hashem heeft iemand ziek gemaakt, dan laat ik het gewoon volledig aan Hashem over. Daarom leren wij vandaag deze pasuk, verapo yirapeh, leert de Gemara. Van hier leren wij dat een arts heeft wel toestemming om de persoon te genezen. Een verhaal die de vrouw van de Rebbe Marash, die jonge vrouw van de Rebbe Marash, zij is Rebbe Morena Shmuel, de vierde Lubavitcher Rebbe. Zij was ziek geworden. En die artsen hebben gezegd tegen de Rebbe Marash dat er is geen hoop meer voor zijn vrouw. En toen haar vader, dus de vorige, de Rebbe daarvoor, de Tzemach Tzedek, heeft dat gehoord. En toen heeft gehoord wat de artsen hebben gezegd, heeft hij gezegd: de Torah heeft ons duidelijk geleerd, dat een arts heeft toestemming over één ding. Eén ding hoort aan de taak van een arts. En dat is om mensen te genezen. Maar het staat nergens dat een arts mag verklaren: je bent ongeneesbaar. Ben je nou arts of ben je profeet? Ja, hou je bij je. Jij bent hier aangesteld met één doel, om mensen te genezen. En artsen hebben vaak, heb ik niet, een paar dagen geleden weer meegemaakt, was ik bij iemand op bezoek een paar dagen geleden, en waar de artsen hebben een verklaring gegeven dat die persoon ongeneesbaar is. De familie was daar niet zo blij van, wat heel begrijpelijk is.
Artsen hebben één taak en dat is mensen te genezen. Om te bepalen, om de toekomst te voorspellen, wat gaat gebeuren, dat is niet de taak van een arts. En inderdaad, de Torah geeft ons die mogelijkheid om dat te doen. Ik wil eigenlijk een algemene onderwerp bespreken. En dat is een onderwerp met betrekking tot wat de juiste benadering is met betrekking hoe wij mitzvot moeten kijken. Moeten wij gewoon de volledige vertrouwen hebben in Hashem? Of moeten wij soms Hashem uitdagen en vragen stellen? En we proberen met onze eigen logica, onze menselijke beperkte logica te begrijpen. Als we kijken op de naam van de parsha van deze week, Parshat Mishpatim. De naam van de parsha zegt het al. Mishpatim. Er zijn drie soorten mitzvot. We hebben de mitzvot van Chukim, de mitzvot die niet begrijpbaar zijn. En dan hebben wij de Mishpatim, dat zijn mitzvot die volledig logisch zijn. En dan hebben we de tussenniveau, dat zijn Edut. Dat zijn de mitzvot, dat als de Torah dat niet hadden gezegd, hadden we dat niet gedaan. Maar nu dat de Torah dat aan ons heeft verteld, kunnen wij dat begrijpen. Dus bijvoorbeeld de mitzvah van Shabbat. Ja, Shabbat, het is niet een mitzvah waar je het vanzelf zou onthouden, maar gezien het de Torah ons vertelt, dat Hashem heeft de wereld 6 dagen geschapen en de zevende dag rust genomen. Dus verwacht hij ook van ons dat wij, en we zijn geschapen in zijn imago, dat wij ook zijn voorbeeld nemen en inderdaad 6 dagen werken en 7 dagen rust nemen. Maar de naam van deze parsha is Parsha Mishpatim, wat heel logisch is, want het spreekt inderdaad over een heleboel mitzvot. Die horen bij de Mishpatim, een logische mitzvot. Maar als je een beetje verder kijkt in de parsha, dan zie je eigenlijk dat deze parsha niet, dat naam klopt niet helemaal voor de inhoud van de parsha. Want er zijn mitzvot ten eerste wordt er gesproken, zoals we eerder hadden gezegd, een mukdamu bagarba Torah, er is geen volgorde in de Torah, er zijn mitzvot. Het wordt gesproken over de hele voorbereiding voor Matan Torah. Dus de volgorde van deze parsha kwam eigenlijk in de geschiedenis, kwam dat eerder dan de parsha vorige week, tegen Bonen. Wordt er gesproken over Naaseh v'nishma, de Joodse volk hebben gezegd, Naaseh v'nishma, we gaan doen, we gaan doen, gewoon accepteren. En daarna pas horen we wat Hashem aan ons wil geven, maar allereerst accepteren wat Hashem zegt. Ook zijn er een aantal mitzvot die behoren niet bij de Mishpatim. Bijvoorbeeld, een van de meest onbegrijpelijke mitzvot, de verbod van Basar Begalaf. Basar Begalaf is niet, hoewel er zijn mensen die geven allemaal redenen, zijn allemaal redenen dat het heeft ook te maken met gezondheid. En misschien is het ook gezond om dat niet samen te mengen, maar daar gaat het niet om. De mitzvah van Basar Begalaf, de mitzvah van verbod om vlees en melk bij elkaar te mengen, is voornamelijk een mitzvah die wij mensen niet kunnen begrijpen. Dus de parsha spreekt over de voorbereiding, accepteren van Hashem's mitzvot, zonder vragen te stellen, wordt er gesproken over een aantal mitzvot die niet mishpatim zijn, die niet logisch zijn. En toch noemen wij de parsha van deze week de parsha mishpatim. Een andere vraag is eigenlijk, waarom hebben de Joodse volk gezegd, Naaseh v'nishma? We gaan doen en daarna gaan we horen. Dus dat vertegenwoordigt een vertrouwen in Hashem, een bitachon, een emuna. Je vertrouwt Hashem. Je zegt, ik accepteer het. Daarna pas ga ik je horen. Ja? Naaseh v'nishma. Zou het niet misschien nog beter zijn als je volledig vertrouwen in Hashem hebt? Gewoon naaseh.
Maar dan moet je toevoegen de nishma betekent ook ik ga en daarna ga ik het begrijpen. Wie heeft je gevraagd of jij het nou begrijpt? Vindt iemand het belangrijk als jij het begrijpt of niet? Heb ik jou gevraagd? Heeft Hashem gezegd, begrijp je het? Heb ik jouw toestemming nou? Is het nou een goede mitzvah of niet? Heeft Hashem onze toestemming nodig? Hadden we gewoon moeten zeggen, naase. Einde verhaal. Ja, zoals het staat, kol ha-mosif korea. Als je toevoegt, een toevoeging, een onnodige toevoeging, neemt weg. Ja, soms zijn mensen die willen toevoegen. Stel dat iemand, ook in de Torah, baal tosif, je mag niet toevoegen. Als iemand zegt, weet je wat, ik vind dat mitzvah van tzitzit, de vier hoeken van de kleed met de draden, ik vind het zo'n mooie mitzvah, maar waarom moeten wij vier hoeken van maken? Laten wij acht hoeken van maken. Ik wil het heel, daar heb je niks aan. Ja? Als je vijf hoeken doet, dan heb je een overtreding. De Torah heeft gezegd vier, niet vijf. Ja? Net zoals je van de vier niet drie mag maken. Maar, dus waarom moeten we het toevoegen in mijn nishma? Gewoon, zo, gewoon heel simpel. Naase. Volledig. Mijn begrip is hier niet relevant. Hashem, ik moet het alleen maar gewoon doen wat Hashem wil. Maar blijkbaar is dat niet de bedoeling. Blijkbaar wil Hashem iets anders van ons. En zoals de Shalah heeft gezegd, de Shalah is de afkorting van Shleinu God HaBrit, de Shalah heeft gezegd, het staat in de Pasuk, Ze Keli Ve'anveu, het staat in Pasuk in vers met betrekking tot de Az-Yashir, de Zav, twee parshiot geleden, de parsha na de splitsing van de Rietzee hebben de Joodse volk de Az Yashir, de zang van lof van Hashem uitgesproken. En het staat in een van de zinnen, Ze keli ve'anveu, dit is mijn God. En ik zal lof uitspreken. Ze keli ve'anveu, Elokei avi va'romemenu. En hij is de God van mijn voorouders. En ik zal hem verheffen. Ik zal hem zorgen om weer een uitspraak van lof uitspreken over Hashem. De Shalom legt uit dat er zijn twee manieren hoe je kennis kan maken met Hashem. Er is één manier van kennis maken dat je gewoon accepteert. Ik accepteer. Of ik het nou begrijp of niet, maakt niet uit. En dan is er een andere manier dat niet alleen dat je het accepteert, maar jij dat de verstand, de mitzvot, dringen zo door dat jij wordt een onderdeel van de mitzvot. Zegt de Shalah, wanneer wij begrijpen Hashem op een persoonlijke manier, ze keli, dit is niet God, dit is mijn God. Dit is een God die ik, mijn, als voorbeeld, Moshe Stiefel, mijn materiële lichaam, mijn materiële hersens, begrijpt het ook. Het is niet alleen dat ik, God, ik stel geen vragen, wat hij zegt is heilig, ik heb er vertrouwen in, geweldig, maar dat is niet voldoende. Het moet zekeli, dus wanneer het is zekeli, mijn God, dan aanwehu, aanwehu, dan zal ik lof uitspreken, maar aanwehu, zegt hij, is een samenkomst van twee woorden, aanwehu is ani, wehu. Ik in hem. Als het mijn God is, als het niet alleen iets wat ik in vertrouwen in heb, maar het is iets wat ik zelf begrijp, dat is een onderdeel wordt van mij, dan is het aanwezig, dan is het aniwuhu, dan word je verenigd met Hashem. Maar als het alleen Elokei Avi, hij is de God van mijn voorouders, dus accepteren. Of ik het nou wel begrijp of niet begrijp, gewoon accepteren, dan is het wa'arom en menhu, dan is het het lof uitspreken op een manier dat hij wordt verheven. Hashem is dan ver van de mens. Dus de Torah, in het kort, de vraag, moeten wij dingen gewoon accepteren? Of moeten we het ook zelf proberen te begrijpen? Van één kant, De basis is de vertrouwen in Hashem. Daar moet het inderdaad beginnen. Maar dat is niet voldoende. Want als het blijft alleen maar bij Elokei Avi, alleen maar
de God van mijn vader. Dus ik vertrouw, dat hebben ze mij doorgegeven. Ik stel geen vragen en ik ben een goede jongen. In mijn geval, of een goede meisje. En ik accepteer gewoon wat Hashem. Ik bedoel niet dat ik per se een goede jongen ben, maar ik bedoel dat ik probeer een goede jongen te zijn. Maar dat je gewoon accepteert, dat is geweldig, dat is een goede begin. Maar dat is waarom een menno, dan is Hashem onze God, maar ver weg. De doel is eigenlijk, ze keli, mijn God. Niet alleen dat ik vertrouwen heb, maar dat mijn fysiek materiële hersens zal het begrijpen. Dus dat is eigenlijk de uitleg waarom de Torah zegt, waarom de Joodse volk hebben gezegd, na'aseh v'nishma, we zullen doen en we zullen luisteren en we zullen begrijpen. Inderdaad, het moet beginnen met na'aseh. Daar moet het beginnen. Je moet beginnen met het vertrouwen in Hashem. Allereerst geen vragen stellen. Inderdaad, je moet het gewoon accepteren. Maar daarna moet er ook venishma zijn. Moet je het ook begrijpen. Moet je het ook zorgen dat de doel van de Torah is dat Hashem wou dat deze wereld, inclusief wij, inclusief onze beperkte hersens, we zijn hersens van een mens, van een schep, we zijn schepselingen van Hashem, dat wij ook dat zelf kunnen begrijpen, dat is de doel van Matan Torah. En daarom is het niet alleen na'aseh, maar het is na'aseh v'nishma. En dat legt uit waarom in de parsha van deze week, de parsha die heet Mishpatim, nou zou je moeten blijven bij Mishpatim. Dan zou je dit in deze parsha niet moeten mengen, na'aseh v'nishma, moet je niet mengen dat hele onderwerp van basar, een voorbeeld, basar v'chalav, ja? Oké, okay, ik weet dat de mensen zeggen, ja, dat was, dat is gezond. En het is ook gezond, dat is ook bewezen. Het is ook, de wetenschap heeft het ook bewezen, dat is ook goed voor de gezondheid. Maar dat is niet, het gaat om iets veel diepers. Ja? Dus ook binnen die twee onderwerpen, de onderwerp van Mishpatim, van logisch begrijpen. En tegelijkertijd de overgave aan mitzvot die we niet kunnen begrijpen, die twee onderwerpen zijn gemengd door elkaar. In de parsha van Mishpatim komt ook dit onderwerp van na'aseh v'nishma, komt ook de mitzvot die we niet kunnen begrijpen, omdat uiteindelijk de volledige band met Hashem, de volledige overgave aan Hashem, is wanneer dat gekoppeld gaat met begrip, gekoppeld gaat met verstand, dat onze materiële hersens dat ook kan begrijpen. Ik hoop dat onze materiële hersens dat goed heeft begrepen. Zijn er wat dat betreft wat vragen of opmerkingen? Nou, ik wil weer een opmerking maken. Dat had ik niet anders verwacht. Nee, dat is, okay. Goed, dat is goed. Maar het betekent dat ik goed luister naar u. Oké. Okay. Ja, waar het om gaat is namelijk dat u zegt dat aan de kledingstuk, dat staat ook in de Torah beschreven, dat wij daar koorden aan moeten doen, de tzitzits aan moeten maken, aan de vier hoeken. En u zegt, waarvoor niet acht? Maar een familielid van mij die draagt altijd dubbele tefillins. En dan staat maar dat het enkel moet zijn. Eén tussen je ogen, want je kunt maar één tussen je ogen hebben. Je kunt niet twee tussen je ogen hebben, dat kan niet. Ja. Maar hij draagt twee tefillins altijd, twee kleintjes. Maar het zijn altijd twee dubbele tefillins. Daar doen ze het wel dus. Ja. Dus jouw vraag is, waarom doet hij dat? Nee, ik weet al waarom hij dat doet. Maar okay, dat zou je dus eigenlijk ook aan de talit kunnen doen. Om te zeggen, om een dubbele mitzvot te creëren, bij wijze van spreken. Nee, dus niet te vergelijken. Want okay, met betrekking tot het filin heeft het te maken met het feit dat er binnen de halacha is er namelijk een discussie, er is een meningsverschil, voornamelijk tussen Rashi en zijn kleinzoon Rabbeinu Tam, over de volgorde van de parshiot en het filin. Dat betekent dus dat als je de mening, de halacha gaat trouwens volgens Rashi, maar dat betekent dus dat als je volgens een andere mening, waar de volgorde van de parshiot, van de vier stukken, stukjes perkament in de tefillin, moet eigenlijk op een andere volgorde zijn, dat je eigenlijk de mitzvah niet hebt vervuld. Dus voor alle zekerheid zijn er mensen
De meeste mensen dragen het trouwens niet tegelijk. Rashi voor de ochtendgebed. Omdat dat uiteindelijk de halacha gaat volgens de Rashi in dit geval. En na de ochtendgebed wordt er een tweede paar tefillin gelegd. Waar de parshiot van binnen op een andere volgorde zijn. Maar er zijn er sommige inderdaad, sommige zwaardim inderdaad, die dragen het tegelijk. Ja. Rashi en Rabbein Tam. Maar goed, dat is niet een toevoeging. Dat heeft te maken met het feit dat er een meningsverschil is binnen de halacha over, maar dat is dus niet van toepassing. Dat is dus niet van toepassing bij tzitzit. Nee. En dus als je zou twee acht als acht. Trouwens, als iemand zou een kleed twee aparte kleding hebben, waar ieder van die vier kleding vier hoeken heeft, dan is niks aan de hand. Ja, want een kleed met vier hoeken heeft tzitzit nodig. En inderdaad, dat doen wij ook. Als tijdens het gebed, als wij dragen tzitzit, die wij dragen de hele dag, en dan hebben wij ook een talit tijdens het gebed die we aandoen, dus hebben wij tegelijkertijd twee kledingen. Dus dat maakt niet uit. Het gaat erom één kleed met acht hoeken, of vijf hoeken, meer dan vier hoeken is een probleem van Baal Tosif. Okay. Dat is dus niet toegestaan. Ik vroeg mij nog af, waarom is het niet, waarom is het luisteren? Waarom is het niet meer er kijken? Dan is het duidelijker. Ja, want nishma, wat letterlijk betekent horen, ja, een begrip. Begrip wordt meestal, de woord begrip wordt meestal gebruikt bij iets wat je hoort. Hoewel inderdaad, zoals het wordt vaak uitgelegd, het nere iets wat je ziet is een duidelijker bewijs. Maar iets wat je ziet is niet iets wat je begrijpt. Is iets wat zo duidelijk is. Begrijpen betekent dat je moet daaraan werken. Je moet daar begrip voor opbouwen. Als er iets is wat je duidelijk ziet. Dus de woord iets begrijpen, dat hoort beter. Dat is gebruikelijk om dat te gebruiken met betrekking tot iets wat je begrijpt. Even kijken, we hebben nog een paar minuten. Nog een andere punt. Met betrekking tot de mengen van Basar Bergalav. Mengen van Basar Bergalav. Ja, het is van vlees en melk. Ja, ik hoorde dat, ja, dat hoort bij de mitzvot die we niet kunnen begrijpen. Toch hoorde ik een interessante uitleg daarover. Kijk, de vraag is, en dit vraag is eigenlijk een bredere vraag. Een vraag met betrekking tot relaties. Weet je, mensen hebben de neiging dat... als er een relatie is tussen een man en een vrouw, dat tegenovergestelde eigenschappen trekken elkaar aan. Ja? En mensen, ja, wat is, als twee mensen zoeken een shidduch, zoeken zij juist iets wat bindt, juist wat ze allebei hetzelfde zijn? Of moet het juist twee mensen zijn die tegenovergestelde eigenschappen hebben? En dat is een grote vraag die wordt gesteld in het algemeen in de wereld van Shidduchim. Ze vertellen het verhaal van een kind, een vader die wou aan zijn kind leren over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. En hij zei tegen zijn zoon, of zijn zoon stelde een vraag aan zijn vader, hij zei tegen zijn vader, kan je mij vertellen, hoe is de Tweede Wereldoorlog begonnen? En de vader zei tegen zijn zoon, en zijn vader wist het niet, hij is nooit naar school gegaan, dus hij heeft nooit de geschiedenis geleerd. Nou, hij moet wel, ik kan niet zeggen tegen zijn zoon, ik weet het niet, sta je daarvoor op? Dus zei, volgens mij, dat kwam doordat de België, heeft Nederland aangevallen. En zo is het van de een naar de andere geleid naar de hele Tweede Wereldoorlog. En zijn vrouw stond in de keuken en ze hoorde het gesprek tussen haar man en haar zoon.
Zei, wat voor onzin vertel je nou onze zoon? Dat heeft helemaal niks te maken met dat is nooit gebeurd, dat heeft niks te maken met de Tweede Wereldoorlog. Ik zeg, wil je nou dat je eigen zoon opgroeit met zo'n die zo dom wordt? En zo opgroeit, net zoals jij, net zoals zijn vader? En toen zei die zoon tegen zijn vader, oké, ik begin een beetje te begrijpen hoe de Tweede Wereldoorlog is begonnen. Maar, maar zo is er ook een gebbetje over België en Nederland. En dus, waarvoor wordt een Belg met de hoofd naar Nederland begraven en niet andersom? Nou, de antwoord is namelijk zo, dat laat zeggen dat die Belg zou opstaan, dan ziet hij meteen het beloofde land. Oké. Okay. Een Nederlands mopje, Nederlands mopje. Ja. Oké, okay, maar in ieder geval, de vraag is even terug naar de basar begalab, vlees en melk. Deze mitzwa is een heel moeilijke mitzwa te begrijpen. Want we hebben te maken met twee, ja, je weet, en we hebben het over een relatie tussen een man en een vrouw. En twee geweldige mensen. Geweldige man, geweldige vrouw. Nou, en die is niet getrouwd en die is niet getrouwd. Nou, prima, zie je toch? Twee geweldige mensen, dan moet het goed gaan. Een geweldige man met een geweldige vrouw. Nou, wat kan nou beter, zie je toch, zijn? Ja. En toch past het niet bij elkaar. Wil je nou juist mensen die zelfde zijn, of mensen die tegenovergestelde eigenschappen hebben? Als we kijken naar basar en galaf. Basar is, of vlees is kosher. Kosher en vlees. Glad kosher. Een schita, de beste schita. Dus kosher is ook lekker. En T-bone steak op de barbecue. Het past niet echt bij de weer van tegenwoordig, maar in sommige landen kan dat nog. En die is ook gezond trouwens. Het is gezond om mensen vlees te eten. Alles in juiste proporties, maar het is gezond om vlees te eten. Het is goed, het is gezond, het is kosher. Het is wenselijk. De Torah geeft ons toestemming. En dus mensen mogen vlees eten. Vegans. Iedereen heeft de recht om te doen wat ze willen. Maar dat is niet een gedachte die past bij het Joodse. De halachische gedachte. Dan melk eten is ook goed, gezond. En het is kosher. Helemaal. Chalav Yisrael. De beste hechser. En als je als je de twee dingen bij elkaar brengt, is het niet kosher. Wat is dan de het is zo onlogisch dat je neemt twee dingen die allebei goed zijn, en je mengt ze met elkaar en dan wordt het opeens gecreëerd een nieuwe iets wat niet kosher is. Sterker nog, de halacha met betrekking tot kosher vlees en kosher melk bij elkaar. De halacha is dat, en daarom staat het trouwens drie keer in de Torah. Eén keer in deze parsha, nog twee andere keer. Lotte Vashel Gediba Gelevimot staat drie keer. Van één keer leerden wij dat wij met elkaar niet mogen, je mag het niet koken samen. Dat betekent dat ook als je het niet eet. Als je neemt een kosher stukje vlees, een kosher stukje, een kosher melk. En je kookt het samen, ook als je het niet eet, ben je in overtreding. Dus als je een buurman of een buurvrouw hebt die niet Joods is. En die is ziek en je wil iets voor hun voorbereiden. Je mag een niet kosher vlees voor hun voorbereiden. Dus niks aan de hand, want zij mogen het eten. Maar het is verboden om vlees en melk samen te koken. Ook als het voor iemand niet Joods is. Zelf het koken ervan is ook verboden. En de derde keer leren wij dat je ook geen profijt daarvan mag hebben. Dus ten eerste, dat samenkomst, waarom zou dat niet kosher zijn? Ten tweede, waarom is zelf het koken samen is verboden? Zelfs helemaal geen profijt van hebben is verboden. Wat is dan, wat is de betekenis? Staat het zelf de mitzvot, die chukim zijn? Zelf de mitzvot die wij niet kunnen begrijpen, ook in hetzelfde thema dat ook de hele Torah moeten wij proberen onze hersens te begrijpen. Dus je mag wel een mitzwa die niet begrijpelijk is, proberen dat ook in logische redenering en uitleg te geven.
Wat is de uitleg, wat is de betekenis van Basar Begala? Dus de Lubavitcher Rebbe geeft hier een uitleg en hij zegt, de Torah heeft iets tegen ons gezegd. De Torah heeft gezegd dat een mens mag vlees eten. En de Torah, de wereld is zo opgesteld, dat er zijn vier soorten niveaus in de wereld. Domem, Tzomeach, Chai, Medaber. De domem is zijn de dingen die geen leven hebben. Water, een rots, een steen, dat heeft geen leven. Tzomeach, dat zijn dingen die hebben wel leven, die groeien. Planten, groenten, vruchten. Chai, dat zijn dieren. En Medaber, dat zijn mensen. De vier niveaus. En we zien in deze wereld, Hashem heeft de wereld zo gemaakt dat ieder niveau krijgt zijn bron van sustenance. Van, hoe zeg je sustenance? Zijn bron je begrijpt wat ik bedoel. Onderhoud. Van onderhoud, dankjewel. Dat ieder niveau krijgt zijn bron van onderhoud van een lager niveau. Zo, want, zoals de Kabbalah legt uit, dat de lager niveau is in de bron, in de oorspronkelijke bron nog op een nog een hoger niveau. En daarom heeft bijvoorbeeld de derde, de Tzomeach, dingen die groeien, hebben water nodig om van te kunnen leven. En dieren hebben de planten nodig om te kunnen leven. En mensen hebben dieren, en ook de lager niveaus, en planten en water nodig om te kunnen leven. Hashem heeft ook de wereld gemaakt dat alle niveaus zijn van elkaar afhankelijk. Hashem heeft dus ook gezegd dat een mens mag een dier slachten. Wat eigenlijk helemaal niet logisch is. Waarom zou wij een dier mogen slachten? Dat is toch zielig? Stel voor dat het andersom was. Stel voor dat Hashem had gezegd, mensen mogen dieren niet eten, maar dieren mogen wel mensen eten. Zouden we dat zomaar accepteren? Nou, dat twijfel ik. Ja? Maar toch, Hashem heeft het zo gezegd. Hashem heeft gezegd, wij mogen wel dieren eten. Van één kant mogen we het wel eten, maar tegelijkertijd moeten wij zorgen dat wij niet de weg kwijtraken. Dat wij dat doen, want het verschil tussen slachten en moord, een verliezen van een gevoel, van medelijding voor een mens of voor een dier, de verschil kan heel dun zijn. Dus Torah heeft gezegd tegen ons, alhoewel je mag wel een dier eten, moet het wel op een bepaalde manier gebeuren. Het mag alleen geslacht worden, en alleen geslacht worden volgens de Joodse wet. En als er iets gebeurt wat de kleinste vertraging brengt, waardoor de dier zou lijden, en zelfs als er een twijfel is, dat dier heeft geleden, is het absoluut verboden. Het is trijf. Trijf betekent trouwens niet varkensvlees. Dat is een grote fout die je hoort heel vaak van mensen. Ja, ik eet ik eet niet kosher, maar ik eet geen trijf. Wat bedoelen ze? Geen trijf? Ik eet geen varkensvlees. Dat is niet trijf, dat is onreine vlees. Dat is ook niet kosher. Maar dat is niet omdat het trijf betekent trefa. Een dier die niet kosher geslacht is, of een koe is, of een kip, als het niet kosher geslacht is, is die trijf. Je mag het niet eten. Waarom mag je het niet eten? Dat is heel begrijpelijk, omdat het dier heeft geleden, mag je daar niet eten. Zegt de Torah tegen ons, hoewel wij mogen, en het is wel goed, en het is kosher om vlees te eten, tegelijkertijd moet je daar omgaan met een gevoel. En Wat is melk? Wat is de melk van een dier? De melk is de bron voor de voedsel, voor de leven, voor de volgende dier, voor de volgende generatie. Een moeder is daar om melk te geven, om te zorgen voor de kinderen. Als jij de vlees van een dier neemt, en je de vlees mengt samen met melk, Dat vertegenwoordigt een gevoelloos act. Dus je eet gewoon in de melk. De melk is de hele bron voor het leven van de volgende generatie. En jij gaat het, kan je helemaal niet schelen. Ik vind het vlees lekker. Een cheeseburger, nou is nog lekkerder. Een hamburger met kaas. Nou, ik heb het nooit geprobeerd, maar het zal wel lekker zijn. Ik kan je, dat betekent dat. Dat mengen van vlees met melk betekent
vertegenwoordigt het idee van ik kan je niet schelen. Gevoelloos voor anderen. En dat gevoelloos voor dieren zal ook kunnen leiden naar gevoelloos voor andere mensen. Gevoelloos voor een moeder voor een kind. Gevoelloos voor een kind. Daarom zegt de Torah tegen ons. Lotte vashel gediba chalevi mo. Je mag niet. Vlees is kosher. Melk is kosher. Maar het te mengen betekent dat je helemaal, kan je helemaal niet aangaan. Dat is verboden. En daarom, trouwens, is het ook verboden om samen te koken. Want samen te koken is hetzelfde idee. Je kookt de vlees in de melk die zal een bron zijn voor het, ja, voor het leven van de volgende generatie, voor het volgende dier. Het koken vertegenwoordigt dat je het kan je helemaal niet schelen. Ja, Rafsiefel. Wacht even, ik moet even deze onderwerp even afronden, dan geef ik je de gelegenheid. En daarom is het ook, daarom mag je ook geen profijt van hebben. Het is niet alleen dat je het niet mag eten, niet alleen mag je het niet, mag je niet koken, maar als je bijvoorbeeld, stel voor dat je per ongeluk is er iets die kosher geworden is, een mengsel geworden van vlees en melk, dan denk je oké, ik mag het niet eten, dat is niet kosher. Dan verkoop ik het aan mijn buurman. En als je in Almere woont, dan is de kans vrij groot dat je buurman niet Joods is. En ik neem aan dat het geldt voor vele van de andere plaatsen waar jullie wonen. En dan maak ik tenminste wat winst ervan. Nee. Als er melk met vlees gemengd is. Als er een actie is gebeurd waarin gevoel, een gebrek aan gevoel is zelf voor een dier. Dan ga je daarvan ook geen profijt van hebben. Daarom is het ook niet alleen verboden om te eten, niet alleen verboden om te koken, maar het ook verboden om daar profijt van te hebben. En hoewel de mitzwa van Basar Begalab is een gok, het is een mitzwa die we niet kunnen begrijpen, maar tegelijkertijd, de Rambam heeft ook gezegd, wanneer je een reden kan geven, die het versterkt, het uitvoeren van de mitzwa, dan mag je dat doen. Dus dit is een reden, zo wordt het uitgelegd door de Lubavitcher Rebbe. En nu krijgen wij de vraag van Reb Meir. Ja, wat namelijk het punt is dat als je namelijk vlees is eigenlijk, laat zeggen, dood of overleden dier. Dus dood dier. En je gaat dan, wat u zegt al, melk is een voedselbron voor leven. Je zou dan de dood met het leven gaan mengen. En dat mag natuurlijk niet, daar zijn we niet toe, dat mogen wij niet en dat zijn we niet voor toen je staat. Dat is alleen Hashem kan dat. Ja, en daarvan mogen wij dat niet. Dat is wat Jacob de Leeuw ook uitlegde. De Talmud-deskundigen die zeggen ook. Dat is ongeveer het idee. Het is melk is het leven. En vlees is dood. En dat kunnen wij dus niet mengen. Dat mogen wij niet mengen. En dus mogen we ook daar geen voordeel uit trekken. Ja, oké. Nou, interessant. Dankjewel. Goed. Even kijken of ik nog... ik denk dat we het gaan hier afronden. Eén punt, dat is dat... Eén klein nog een mooie korte anekdoot kan ik daarmee afronden. Perk gaf Gimel, Pasuk gaf He. Even kijken. Hoofdstuk 23, vers 25. Oké. Het staat, Wawaretem et Hashem Elokechem, Uweirach et Lachmecha, et Memecha, Vasiroti Machala Mekerbecha. Je zou Hashem dienen, je zou een dienst zijn van Hashem, jullie God, meervoud, Elokechem, Uweirach et Lachmecha, et Memecha, en Hashem zou jou, enkelvoud, jouw brood, we eten mee mecha, jouw water, maar we doen het netjes, uw brood en uw water. Waar siroti machala mikerbecha. En Hashem zegt, ik zou de machala, ik zou de epidemie, de ziekte, weg, ik zou de epidemie weghalen van jullie. Dus doordat je een dienst bent van Hashem, zal dat... En we hopen inderdaad dat deze de grote epidemie van de wereld nog leidt van de corona. Met alle versies. Ik zeg gewoon het algemeen corona is makkelijker. Dat de wereld snel genezen zal van worden. Maar
als we spreken over jou of u in het Hebreeuws, heb je een meervoud en heb je enkelvoud. Interessant, in deze vers die we hebben net gelezen, staat die betrekking tot dienst en dienst te zijn van Hashem. Met betrekking tot dienst zijn van Hashem, zegt de Torah, spreekt de Torah in het meervoud. Bavaretem et Hashem Elokechem. Jullie zullen dienen Hashem, jullie God. Maar met betrekking tot je brood en je water staat et lachmecha, et memecha, enkelvoud. Wat is het verschil tussen waarom een dienst van Hashem, spreekt de Torah over meer in een meervoud, en over je brood en je water en enkelvoud, heeft de Kotzke Rebbe een mooie uitleg gegeven. De Kotzke Rebbe heeft gezegd, wanneer een Jood bezig is met davenen, zelfs als het één Jood die staat alleen te davenen, je staat alleen thuis te davenen. Sommige tijden kunnen wij niet naar school. Dus corona, je hebt net een positieve uitslag van de corona gekregen. Je kan niet naar school. En je davent alleen. Zegt er ook als je davent alleen, ook als je in dienst bent van Hashem alleen, daven je samen met de hele gemeenschap. Want de dienst van Hashem heeft niet alleen invloed op jezelf, maar heeft invloed op de hele gemeenschap. Aan de andere kant, als Joden eten en drinken, ook als wij eten en drinken, zelfs als we dat samen doen, materiële genot is iets wat heeft alleen maar invloed op jezelf. Niemand wordt gezadigd als jij een lekkere hamburger eet, wordt je buurman daar niet van gezadigd. Dat heeft geen invloed op de andere mens. Het is lachmecha. Het is jouw brood. Met memecha jouw water. Het is enkelvoud. Maar wanneer wij in dienst zijn van Hashem, en dat is misschien een goede troost voor mensen die soms niet in school zijn, je eigen persoonlijke gebed heeft invloed op Elokechem, jullie God. En het geldt er niet alleen voor dat, maar gaat voor alles waar we in dienst zijn, alle mitzvot die we doen. En Kol Yisrael HaRevim zal zeggen, iedere goede daad die je doet, heeft invloed op de staat. Dus je zei, ik wil iets betekenen voor de gemeenschap. Wat kan ik betekenen daarbij? Wat kan ik, hoor ik die vraag, krijg ik die vraag. Wat kan ik betekenen voor de gemeenschap? Zeg ik, als u zelf thuis in uw eigen woonkamer gaat tefillin leggen, heeft u de gemeenschap beïnvloed. Of een vrouw die zelf bij haar thuis heeft kaarsjes aangestoken, vrijdagmiddag. Het is niet jouw eigen kaarsjes. Het is Hashem Elokechem, jullie God. Want iedere daad die wij doen, iedere positieve daad die wij doen, heeft invloed niet alleen op onszelf, maar heeft invloed op Elokechem, jullie God. Maar dat is ook betekenis van Shema Israël. Hoor Israël, het volk Israël. Dan bid je eigenlijk dus ook voor de anderen. Je bent aan davenen, niet alleen voor jezelf, maar voor de anderen. Het begint met Shema Israël al, toch? Precies, ja. Oké, dan gaan we het hier afronden. Zijn er nog vragen? Kijk hier op Facebook. Facebook zie ik hier geen vragen. De mensen op Facebook zijn heel wijze mensen. Die hebben nooit vragen. Die weten. Dankjewel. Ja, jullie ook trouwens. Dus ik moet niet meer vragen, dan word ik in de Nee. Zo bedoelde ik het niet. Oké. Okay. Nou, ik probeerde een goede jongen te zijn, maar nu ben ik een hele goede jongen. Oké, okay, nou ik wens iedereen een fijne avond. Goeie week. Deze donderdag geef ik geen les. Want ik ga donderdag voor 3 dagen naar buitenland, naar New York. Ik ben bij de graaf van de Rebbe. In verband met een gebeurtenis. 2 maanden voor een bar mitzvah begin je tefillin te leggen. Dus mijn zoon wordt over 2 maanden bar mitzvah. Dus we gaan zondagochtend beginnen met het leggen van tefillin. Dat doen wij daar. En dus deze donderdag geen shiur, maar dinsdag ben ik inmiddels terug. Dus ben ik van plan. Ik kijk even altijd voor de zekerheid in mijn agenda. Als het goed is.
ben ik, nou, ik zie dat inderdaad er is iets. Dinsdagavond is er iemand die heeft een jaartijd, de eerste jaartijd van een Joodse vrouw, die is vorig jaar in Almere overleden. Dalia Harari, voor degenen die haar kennen. Dus wellicht dat er iets aangepast wordt aan de schema van de les. Maar zonder tegenbericht hoop ik volgende week dinsdagavond rond 8 uur partial les te geven. Litrot, erg tof. Oké. Nesia Tova. Nesia Tova. Tot ziens. Tot ziens.